In deze film ga ik een foto omzetten naar Pixel Art. En om dat te doen begin ik met dit kleurrijke figuurtje. Ik ga hem eerst gewoon uitsnijden en dat doe ik met de selectie tool hierboven. En ik snij hem gewoon netjes uit. Door een selectie te maken en hierboven bij afbeelding op uitsnijden te selecteren. En dan hou ik dit over. De rest heb ik gewoon helemaal niet nodig. Je maakt je selectie ongedaan via selecteren en dan deselecteren. En dit is dus waar ik mee aan de slag ga. Ik moet een selectie maken van in dit geval het poppetje, of zoals wij dat in Brabant zouden zeggen, pupke. En dat komt eigenlijk helemaal niet zo nauw. Dus, zo lui als ik ben, ik ga Photoshop dat zelf laten doen. Ik ga gewoon naar een selectie tool, zoals bijvoorbeeld deze, de snelle selectie. En dan heb ik daarboven de optie onderwerp selecteren. En als ik daarop klik, gaat Photoshop zelf aan het rekenen en komt hij met deze selectie op de proppen. Nou, het is in dit geval op zich vrij aardig, het klopt niet helemaal op wat delen. Zo heeft hij bijvoorbeeld dit stukje tussen de hand en de kin meegeselecteerd, maar dat kan ik gewoon vrij makkelijk weer weghalen. Dus via in dit geval de snelle selectie. En heb je daar nou het toverstafje staan? Als je daarop gaat staan en je houdt de muisknop ingedrukt, dan klapt het zich uit. En heb je dus de optie voor snelle selectie. En ik wil een stukje van de selectie afhalen. Dus hierboven zorg ik dat ik op het min-teken heb geklikt. En ik kan gewoon vrij eenvoudig een stukje er afhalen uit de selectie. En is het nou net te veel, dan kun je hierboven op de plus klikken. Of je houdt even de shift ingedrukt. En je selecteert er een stukje bij. Ook onder bij de voeten klopte het niet echt. Dus daar ga ik naartoe scrollen. En dat doe ik vrij eenvoudig door op het toetsenbord de H in te drukken. Dan wordt het een handje. En als ik dan de muisknop erbij indruk, dan krijg ik deze future. Ik kan dan een nieuw schermgebied kiezen. En ik ga gewoon daar naartoe. Nou, en ook hier tussen de benen maak ik de selectie ongedaan. En ik scroll nog een stukje omlaag door alleen de spatiebalk in te drukken, dan wordt mijn cursor een handje en gewoon even naar beneden te scrollen. En ook hier bij de voeten. Maak ik het ongedaan. En je ziet de snelle selectie is vrij netjes. Het is wel in staat om te herkennen van hé, hey, hier zitten de voeten. En een stukje erbij. Ook gewoon de shift ingedrukt. En selecteer er weer een stukje bij. Heel nauwkeurig komt het niet voor dit effect. En eventueel kunnen we het dadelijk nog een klein beetje aanpassen. En ik denk dat dit wel aardig is. Ik kan in één keer uitzoomen tot gewoon beeldvullend met de sneltoets Ctrl 0. En dan zie je dat ik een vrij aardige selectie heb. Nu wil ik deze selectie naar een nieuwe laag brengen. En dat kan vrij eenvoudig. Omdat we een selectie hebben, kan ik dus alleen die inhoud naar een nieuwe laag kopiëren. Dat kan hierboven via Laag Nieuw. En dan heb je daar staan Laag via Kopiëren. En je ziet in mijn lagenpaneel: krijg ik er een nieuwe laag bij. Als ik de achtergrondlaag even uitzet. Met alleen het poppetje erop. En daaronder ligt nog steeds mijn oorspronkelijke achtergrondlaag. Dus mocht er iets misgaan, kan ik altijd vrij eenvoudig opnieuw beginnen. Ik wil dit poppetje op een witte achtergrond. En dat ga ik doen met een aanpassingslaag. Dat vind je hieronder bij het zwart-witte bolletje. Als je daarop klikt, dan heb je daar de optie volle kleur. En ik kies in dit geval gewoon linksboven spierwit uit de kleurenkiezer. En ik sleep deze laag onder mijn poppetje. En hij staat opeens op wit. En zo is het ook makkelijker kijken. Nou, bij de schoenen is het nog niet helemaal perfect. Ik ga dat nog een klein beetje beter doen. Doe ik gewoon heel simpel met het gummetje. En ik selecteer mijn poppetje. En ik gum gewoon een klein beetje weg bij de voeten. Ik maak het net een klein beetje ronder. Zo is hij beter. Laat ik de foto eerst eens vierkant maken. Zo kan ik hem vrij makkelijk gebruiken als een plaatje op internet of zo bij een, uh, een forum of als profielfoto of op Facebook. En dat vierkant maken, dat gaat vrij eenvoudig met je canvas uit te breiden. Want er moeten namelijk links en rechts gewoon wat stukjes bij. Het canvas vergroten, dat doe je via afbeelding. En dan heb je daar staan de canvasgrootte. En als je daarop klikt, dan krijg je dus dit venster voor je. Nu staat in mijn geval de afbeelding ingesteld op procenten, maar ik wil graag even werken in pixels, dus ik klik daar op pixels. En het gaat niet om de relatieve afmetingen die erbij moeten komen, want dat vind ik te veel om te rekenen. Dus ik ving dat uit en je ziet dan dat mijn hoogte 3053 pixels is. En dat wil ik natuurlijk ook in de breedte. De plaatsing die mag gewoon in het midden plaatsvinden, dus als de pijltjes alle kanten uitwijzen. Dan gaat de plaatsing naar in dit geval links en rechts. Want we doen niks in de hoogte. Maar je zou ook kunnen zeggen van doe dat alleen naar de rechterkant. Maar in dit geval links en rechts is prima. En ik klik op oké. OK. En je ziet ik heb opeens een vierkante afbeelding. Wil ik daar nou nog een klein beetje meer ruimte omheen hebben. Dat kan wederom vrij eenvoudig. Dan ga ik nog een keer naar de canvasgrootte. Nu laat ik hem wel op procenten staan. En ik zeg op relatief. Nou zeg dat ik er links en rechts... 10% aan iedere kant bij wil hebben, dus dat is 20 in totaal en de hoogte ook. En je ziet, mijn afbeelding wordt groter, maar blijft nog steeds vierkant. Hier kunnen we dus mee aan de slag om hem te gaan pixeleren. Nu is dit een afbeelding, hij is 8 bits in RGB modus en dat betekent dat ik per kleur 256 tinten heb. Dus ik heb 256 tinten in zowel het rood, het groen als het blauw. En als je dat gaat combineren, dan kom je op behoorlijk veel kleuren uit. Ga je naar 16-bits modus, dan heb je nog veel meer tinten. Maar in dit geval is het allemaal te veel. Dus ik wil eigenlijk gewoon veel minder tinten in deze foto hebben. En ook dat kun je doen via afbeelding, modus. En dan kies je daar geïndexeerde kleur. Hij vraagt dan of je de lagen wil samenvoegen. Nou, dan klik je in dit geval op oké, OK, want zeg je annuleren, dan gebeurt er dus niks. En je krijgt dit voor je. Het palet wat je moet hebben, dat is lokaal perceptueel. Zorg dat hij daarop staat. En het aantal kleuren wat je moet gaan selecteren, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar pak je het bijvoorbeeld heel laag, ga je de foto bouwen uit vijf verschillende kleuren, nou, dan zal die hoofdzakelijk groen pakken. Hij pakt ook een beetje rood en een beetje zwart en wat tinten daartussen. Maar je kunt je voorstellen, dit zal dadelijk als we klaar zijn geen fraai resultaat zijn. Dus je moet een beetje vogelen wat aardig is. En je kunt gewoon makkelijk stapjes omhoog met de pijltjes toetsen, totdat jij denkt van nou, dit is wel aardig. En denk op een gegeven moment niet van nou, bijvoorbeeld bij 8 of 7, dit kan. Nee, er zitten nog wat vlekken op de schoenen, wat niet echt fraai is. Hou je shift ingedrukt en ga je met de pijltjes toetsen aan de slag, dan maak je wat grotere stappen. En ga je helemaal naar boven, dan zou je eventueel kunnen eindigen bij 256. Nou, dat is dan weer te veel, zeg maar. Maar ik denk dat in dit geval een waarde rond de 50 wel aardig is. En het lijkt niet echt of er iets verandert, maar stiekem doet het dat toch. En je drukt op oké. OK. Je zult merken als je deze stap overslaat, dat het eigenlijk dadelijk niet goed komt. Nu was de voorvertoning niet heel kloppend met wat je uiteindelijk krijgt. Als ik het effect even ongedaan maak. En ik ga opnieuw naar afbeelding modus geïndexeerde kleur. En ik vul die waarde 50 nog steeds in, dan zie je in de achtergrond ja, niet zo gek veel pixels. Maar als ik nu op oké OK klik. Dan zie je dat er toch ja, meer ruis in komt. Geeft niet, is geen enkel probleem. Nu, dan eigenlijk de grote truc. Om hier pixels van te maken, doe je heel eenvoudig twee stappen. Je gaat hem eerst verkleinen. Nou, dan zal Photoshop jouw afbeelding gewoon drastisch in elkaar drukken. En daarna ga je het weer uit elkaar trekken. En omdat we hebben gewerkt met een geïndexeerde kleur, is Photoshop eigenlijk niet echt mooi in staat om een uh, vloeiende vergroting te maken, zometeen. Dus ik ga eerst de afbeelding kleiner maken. Dat doe ik hier via afbeelding en dan afbeeldingsgrootte. En ik werk in dit geval in procenten. Zie je dat niet staan, kun je hier klikken en voor procent kiezen. En om hem te verkleinen, mijn ervaring is dat ergens tussen de 10 en de 5 procent toch wel het beste resultaat oplevert. Dus ik ga hem verkleinen tot 5 procent. Dat is een factor 20. Dat moet je even onthouden. En ik druk op oké. OK. Nou, ik krijg een heel klein plaatje. En natuurlijk kan ik dat beeldvullend in beeld brengen. En je ziet eigenlijk al meteen wat voor effect we hebben gehad. Alleen dit is een vergroting van ruim 500%. En ik wil dit eigenlijk graag een beetje in mijn origineel hebben. Dus ik ga mijn foto weer vergroten. En dat doe ik via afbeelding. Afbeelding En je ziet de afbeelding is nu 183 bij 183 pixels. En ik wil weer terug naar wat hadden we origineel 3056. En om dat te doen, ik heb verkleind van 100 naar 5%. Dat is 100 gedeeld door 5 is 20. Dus ik ga nu vergroten met diezelfde stap. 100 maal 20, dat is 2000. Dus als ik naar 2000% ga vergroten, dan wordt mijn afbeelding weer 3660 pixels. Ik klik op OK en ik maak hem weer beeldvullend met ctrl-0. En ik heb nu weer de oorspronkelijke afbeeldingsgrootte, maar nu is mijn poppetje dus wel in pixels omgezet. En zo eenvoudig is het dus om een foto om te zetten naar Pixel Art. Als je klaar bent, vergeet niet om via afbeelding modus je foto weer terug te zetten naar RGB kleur. Er verandert op zich vrij weinig aan je afbeelding, maar je kunt daarna weer gewoon verder werken zoals je wil. En je kunt hem gewoon opslaan, als bijvoorbeeld een JPEG. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!